Hallo, ik ga van de processing cursus gegeven door de dojo les 2 uitleggen. Les 2 is bal naar rechts en daarvan het tweede gedeelte. Dus we hebben al wat oefeningen gedaan, opdracht 1 tot en met 5. En ik heb al gesproken over wat variabelen zijn. In opdracht 6 pak ik gewoon de code die ik al had bij opdracht 5 verder. In opdracht 6 moeten we de bal omlaag laten bewegen. En de naam van de variabele moet i worden. Dat is het eerste wat ik ga doen. Dit is de code en de variabele heeft nu naam x. Daar maak ik i van. Als ik nu run, krijg ik fouten. Dit is niet goed onder te lezen, maar hij zegt van hey, beste programmeur. Deze variabele x, die ken ik niet. Kun jij, dat is een fout. Nou, dat klopt, die variabele x bestaat ook niet meer. We hebben gezegd dat hij één variabele moet onthouden, namelijk i. Dus hier moeten we allemaal i'en van maken. En dan doet hij al iets. Overigens doet hij nu nog niks anders. De variabele heet alleen anders, maar het programma doet nog precies hetzelfde. Stap 2. Laat een bal aan de bovenkant van het scherm beginnen. Eens even kijken. Nou, dat doet hij al. Stap 3. De bal moet 60 pixels naar rechts komen te staan. In deze regel wordt de bal getekend. De bal wordt i pixels naar rechts, 50 omlaag en is 40 breed en 40 hoog. In de opdracht staat dat hij 60 pixels naar rechts moet komen te staan. Nou, het eerste is dan 60. Maar nu, waar gaat de i nou heen? Nou, i is volgens mij hoeveel die omlaag is. Dat is het tweede getal, dus die vul ik daar dan in. Als ik nu mijn programma run, zul je zien dat die er nu even niet eens is en dat die dan omhoog gaat. Dat komt natuurlijk omdat ik in het begin zeg dat die 500 pixels omlaag moet. Maar het scherm is maar 400 pixels hoog. Hij is dus eerst uit het beeld. Als we dan teruggaan naar de opdracht, staat dat de bal aan de bovenkant van het scherm moet beginnen. Dan gaan we hem ook nu aan de bovenkant zetten. Hij gaat nu niet meer 500 pixels omlaag beginnen, nee, maar bijvoorbeeld 0. Als ik hem nu run, dan zie je dat hij aan de bovenkant begint, alleen hij gaat omhoog. Daarom zien we hem niet zoveel. Maar het vierde gedeelte is dat de bal in een rechte lijn naar onder moet gaan. Om hem naar onder te laten gaan, moet i meer worden. Als ik een ellips teken, gaat hij zoveel pixels naar rechts en zoveel pixels omlaag. Als hij meer omlaag moet gaan, moet de variabele i hoger worden. I heeft als beginwaarde 0, maar iedere keer dat draw in de tweede regel is, wordt die minder. Als ik hier nou een plus van maak, dan wordt die meer en gaat die omlaag. Mooi. Volgende opdracht. Nu gaan we de bal sneller en omhoog laten bewegen. Stap 1. Laat de bal aan de onderkant van het scherm beginnen. Dat gaan we nu doen. In het begin heeft i de waarde 0. De onderkant van het scherm, we weten dat het scherm is 400 pixels hoog. Dus om aan de onderkant van het scherm te beginnen, zetten we op 350. Alleen hij gaat nu nog omlaag. Hij moet nu omhoog. Nou, omdat de y-coördinaat betekent hoeveel die omlaag is, dan als ik hem i kleiner maak, gaat hij omhoog. In deze regel maak ik i groter, dat moet dus kleiner worden. En je zult zien dat hij nu al omhoog gaat. Alleen nu moet hij nog twee keer zo snel. Nou, hij gaat nu in stapjes van 1 omhoog. Als ik hier een 2 van maak, dan gaat hij twee keer zo snel en heb ik de opdracht af.
De eindopdracht zie je dat de bal ook van grootte verandert. Nou, je zou bijvoorbeeld hier ook een ei kunnen invullen en kijken wat er gebeurt. Je ziet dat de bal breder en minder breed wordt. Dit heb je nodig om deze oplossing te krijgen. Ongeveer. Heel veel succes!